Rinus Rabeling, we zijn hier vanavond bijeen in het Molenhuis. Molenhuis zeg je eigenlijk? Meulenhuis. Meulenhuis, sorry, ik ben nog niet zo goed ingeburgerd in de platgelden. Wat gaat er vanavond gebeuren? We hebben vanavond een lezing van de heer Joep van Hoof. Die is verbonden aan het Instituut voor Krijgskunde in Nederland. En die gaan een verhaal houden over de vestingbouw in Nederland. Met name het nieuwe stelsel en ook de latere invloeden waarop van Menno van Coehoorn. Ook heel belangrijk en natuurlijk ook voor Doezer heel belangrijk geweest. Als ontwerper van de hoge en de lage linie. Dit in het kader van het project van Palissadestad tot Garnizoenstad, als ik me niet vergis? Ja, we hebben in het museum natuurlijk onze tentoonstelling van Palissadeval tot Garnizoenstad. Die is inmiddels ook verlengd overigens tot 3 maart. Vanwege de ontzettend grote belangstelling, bijna 7000 mensen inmiddels. Dus het slaat bijzonder aan en met name ook dus het hele verhaal rond de vestingwerken. De hoge en de lage linie staat op dit moment natuurlijk ook volop in de belangstelling. Dus ook bij de politiek? Ook bij de politiek en met wat we in de toekomst ermee kunnen en mee willen. Dus wat dat betreft een heel actueel item. Nou, we gaan meneer Van Hoof zelf even wat een en ander vragen. Ja, prima. Dankjewel. Ja, mooi, dankjewel. Meneer Joep van Hoof, als ik me niet vergis, u geeft vanavond een lezing. Wat is er nou eigenlijk zo bijzonder aan Doesburg? Aan Doesburg is vooral bijzonder de hoge en de lage linie. Dat zijn namelijk twee linies die zijn aangelegd door Menno van Coehoorn. En Menno van Coehoorn heeft heel veel vestingen in Nederland aangelegd. Dit zijn eigenlijk een van de weinige objecten die er nog in Nederland over zijn. Omdat in de 19e eeuw veel van de vestingen die hij heeft aangelegd zijn ontmanteld in het kader van de vestingwet. U heeft een studie gemaakt van vestingssteden, dan wel vestingswerken. In wat voor opzichten? Gewoon voor uw werk of uit hobby? In het kader van mijn werk. Ik werk bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie in Den Haag. En ik ben ook actief binnen de Stichting Menno van Coehoorn. En een van mijn specialismen is de bestudering van de vestingbouwgeschiedenis in Nederland. En dat doet u al heel lang, denk ik? Dat doe ik al behoorlijk lang, al ruim 30 jaar. Ja. Mag je zeggen dat u een deskundige bent op dat gebied? Enigszins wel, ja. Ja, dan wordt hij aangeknikt. Met name, u zei net al, Doesburg is heel bijzonder, met name de hoge en de lage linie. Komt dat in geen enkele stad in Nederland voor dan? Nou, op deze manier niet, zoals het hier ligt. En ook de vorm van de linie, het is een soort zigzag tracé. Dat dan eigenlijk een hoog terrein afschermt. Dat vinden we in Nederland praktisch niet zo. Nou is de bedoeling van de gemeente Doesburg dat de hoge linie ook gebruikt gaat worden voor toeristische functies en dergelijke. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, op zich hoeft dat helemaal geen bezwaar te zijn. En de vestingbouwbelangen en de natuurbelangen die zijn op zich best wel goed met elkaar in evenwicht te brengen. En bij een zorgvuldig beheer kunnen die werken gewoon goed in stand blijven. Mits er maar geen massatoerisme komt. Geen massatoerisme. En geen graafwerk. En ook geen crossbanen voor motoren, want het is natuurlijk funest voor dit soort werken. De hoge linie van Doesburg, ontworpen door Menno van Coehoorn, 1701. En bedoeld om dus dat access, die natuurlijke doorgang in het terrein, om die dus af te grendelen tussen de Grote IJssel en de Oude IJssel. En ik heb het ook gehad over die vestingwerken die waren afgebroken in de tijd dat de Fransen hier waren. 1672, 1673. In 1701 is men begonnen om te bouwen. En men heeft ook doorgebouwd nog in die 18e eeuw tot de jaren 30. En toen heeft men in de jaren 30 heeft men nog een tweede linie aangelegd. De zogeheten lage linie. Ontworpen door een navolger van Menno van Coehoorn. Om ook de vesting van deze kant goed te op dit gebied van deze kant goed te kunnen verdedigen.